gaan direct over naar de politiek. Want in de Tweede Kamer ging het vandaag in het Kamerdebat over de rol van minister Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal met Sievert van Linde, weet u wel. Dit is wat er tot nu toe gebeurde. Bent u nou bij betrokken? Nee, ik ben er niet bij betrokken. Ik ben er niet bij betrokken. Ik zou dolgraag daarop reageren, maar dat kan nou juist niet. Dat kan ik niet doen, want het onderzoek loopt nog en we zullen echt eerst dat onderzoek moeten hebben. En dat geeft de duidelijkheid hoe het wel is gelopen en dat biedt ook weer de mogelijkheid tot reactie. En tot die tijd kan ik daar echt niet op reageren. Ja, dit heeft alles te maken met het feit dat je op VWS en überhaupt binnen de Rijksoverheid te maken hebt met een nogal beveiligd en daarmee nogal gebruiksonvriendelijk systeem. En dan komt er nog een stuk 's avonds en dat wordt dan naar je gemaild. Heb je net je wachtwoord eventjes niet paraat van je eigen mailbox. Allemaal onhandig. En dat zijn redenen om even je mailbox, je privé mailbox te gebruiken. Maar dat hoort natuurlijk niet. Ja, bij mijn tafel, politiek verslaggever Merel Ek. Je hebt dit op de voet gevolgd, niet alleen vandaag, afgelopen week. Ja, als je dit filmpje zo ziet, is het wel een beetje lullig. Maar het is wel zo hoe het is gegaan. Ja, nee, ik stond tegenover hem. Ik stelde hem de vraag waarom hij dit had gedaan. Dit was zijn antwoord. En hij zegt, ik ben ermee gestopt. En toen vroeg ik, oké, wanneer bent u dan gestopt? En zei hij, deze week. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat hij er pas deze week mee was gestopt. Terwijl we ook uit stukken hebben gezien dat zijn ambtenaren ook hebben gewaarschuwd voor het gebruik van je privémail. Dus hij is er tot ook dus bij Binnenlandse Zaken, waar hij dan nu minister van is, is hij nog doorgegaan met het gebruik van zijn privé. Groot debat daarover vandaag. Ja. Je zou zeggen, er is een oorlog, de hoogste inflatie sinds mid jaren 70. Kan dat dan wel, zo'n debat? Nou ja, dat is een beetje. Je hoort wel mensen zeggen, ga eens aan het werk er in Den Haag, ga eens echt wat doen. En dat gebeurt ook echt wel naast dit debat. Dit is dan in de plenaire zaal. Het wordt uitgezonden, breed uitgemeten, ook in de media. Terwijl gisteren was er een heel belangrijk inflatiedebat, commissiedebat. En die worden vaak krijgen veel minder aandacht. Maar dat zijn vaak de inhoudelijke debatten in de Kamer. En vandaag waren er ook weer heel veel. Dus het is niet zo dat als een paar Tweede Kamerleden hiermee bezig zijn, ondanks dat het een heel belangrijk debat is wat er nu gaande is, dat er dan verder niks meer gebeurt. Dus dat is misschien even ook belangrijk om te benoemen. Er is een motie van wantrouwen. Daar zou al over gestemd zijn. Dat loopt ook weer allemaal uit. De PVV kwam daar mee. Wiebren van Haga kwam daar mee. En die is nu uitgesteld. Normaal wordt dan daarover in de tweede termijn, noemen ze dat dan. Ze hebben een soort van stukjes opgedeeld, het debat. Dus dat komt helemaal aan het eind, gaan ze daarover stemmen. En dat wordt waarschijnlijk een hoofdelijke stemming. Dus dan moet elk Kamerlid apart zeggen. Ik ben vandaar, want Farid zou hier vandaag zitten, wat andere politici. Die hadden gedacht, wij redden dat wel. Ja. Nee, ik vond het al heel erg. Ik dacht, nou, dit red je helemaal niet. Ik zat daar op de publieke tribune en ik dacht, zo, dat is best wel ambitieus. Ja. Als je om 7 uur hier wil zijn. En nog even, wat betekent dat? Een hoofdelijke stemming? Ja, dat dus iedereen apart moet zeggen, ik ben voor of tegen deze motie van wantrouwen. Normaal kun je het per partij heel ouderwets je hand opsteken. Ja, dan wordt de naam genoemd door de bode. Die gaat er nog staan. Die gaat elke naam noemen van elk Tweede Kamerlid. En dan hoor je uit de Kamer voor, tegen. En dat, er zit iemand dat zo. Er zit iemand dat mee te turven. Ja. En wat denk jij? Waar gaat het op uitlopen? Nou, als je het debat nu tot nu toe ziet, dan hebben de coalitiepartijen, je ziet een heel duidelijk schijn tussen de oppositiepartijen, dus de partijen die niet in het kabinet zitten, en de coalitiepartijen. De oppositiepartijen zijn super fel. Die willen echt weten wat was zijn betrokkenheid, waarom heeft hij die privémail gebruikt, waarom heeft hij heel veel informatie die gisteren opeens wel naar de Kamer kon worden gestuurd en vandaag en daarvoor niet, opeens nu wel gestuurd. En toen kwamen de coalitiepartijen en die zijn veel milder, die stellen veel opere vragen en die zitten eigenlijk op de lijn. We willen het onderzoek afwachten wat Deloitte hiernaar aan het doen is. En dat komt pas in de zomer. Dus ja, als de coalitiepartijen nu al een beetje zeggen van, nou ja, we moeten echt even afwachten voordat we een oordeel gaan vellen, dan ben je dus in de minderheid voor zo'n motie van wantrouwen. Ja. Waar kunnen we dit mee vergelijken qua hoe erg dit eigenlijk is? Nou, het debat gaat nu voornamelijk over de informatievoorziening die dus niet goed is naar de Kamer vanuit het kabinet. En dat zie je wel vaker. Dat heb je bijvoorbeeld bij Hawija gehad. Dat was een bombardement in Afghanistan, volgens mij. En die, daar kwam de hele tijd mondjesmaat maar de goede informatie naar de Kamer. En elke keer, dus een paar weken later, kwam er weer wat andere informatie. Dus de Kamer heeft hier al vaker mee te maken gehad. En dat irriteert ze gewoon heel erg dat ze, als ze om informatie vragen,
niet gelijk alles krijgen wat ze willen hebben. Maar je weet toch uiteindelijk... Ja, ik snap dat nog steeds niet, hoor. Je weet toch uiteindelijk in deze tijden... alles komt uiteindelijk boven water. Waarom wordt er zo lang gewacht met dat, ja, met dat dan toegeven? Want nou, ja, alles wordt zo onder de pet gehouden. Je weet gewoon, het komt boven tafel. Nou, Hugo de Jonge heeft nu wel... heeft nu in ieder geval... en dat was, hij is nu aan het woord in de Tweede Kamer. Dat duurde al een tijdje. En een uur en twintig minuten nadat hij aan het woord was... bood hij opeens zijn excuses aan. Vanuit zijn eigen hoek houden ze hem nog de hand boven het hoofd. Ja. Dat is altijd fijn als dat soort dingen gebeuren. Voor het CDA staat de persoonlijke integriteit van de jongen niet ter discussie. En dat wordt Kamerlid Van den Berg niet in dank afgenomen. De conclusie van de CDA-fractie is dan al. Ook met de unieke inkijk van gisteren, met de informatie die we hebben gekregen, staat de persoonlijke integriteit van deze minister wat ons betreft niet ter discussie. Het is één grote CDA-bende en daardoor kon Siewert Verlinde weer in beeld komen en daardoor kon hij later dus een deal sluiten. Dan de tweede suggereert mevrouw Agema dat het te maken heeft omdat meneer Van Linde in die tijd CDA-lid was. Voorzitter, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Zat je nou met een Kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van de regering? Voorzitter, ik zou de suggestie willen doen dat mevrouw Van den Berg ook plaatsneemt in vak K. Want nu wij zijn hier, als Tweede Kamer, zouden wij naast elkaar moeten staan. Oppositie en coalitie. Ga alsjeblieft zitten. Het is echt een schande voor de Tweede Kamer, dit. Zo zien we hem niet vaak. Nee, en dit is ook best wel ongemakkelijk dat je tegen een Tweede Kamerlid zegt... ga maar in vak K zitten, waar de ministers normaal zitten en de staatssecretarissen. Dan zeg je eigenlijk gewoon, jij bent een onderdeel geworden van de regering... en jij doet je werk als Kamerlid niet meer goed, namelijk die regering controleren. Dat was eigenlijk onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur. Ook als je van een partij bent die in de regering zit... moet je er gewoon keihard op in kunnen beuken om die regering te kunnen controleren. En de oppositie vond wat ze hier zagen echt te gênant voor woorden. Ja. Omdat zij zeiden, dit is niet meer controleren. Dit is gewoon je minister in bescherming. Een grote CDA-bende, zei Agema. Ja, dat, nou ja, kijk, en hier zegt Joa van den Berg van het CDA... nou, dat iemand als CDA-lid is, heeft er niks mee te maken. Hugo de Jonge zei het net, echt een kwartier geleden weer. Maar Siewert van Linde was niet alleen CDA-lid. Hij schreef ook mee aan het CDA-programma. Hij had direct contact met Hugo de Jonge. Dat hebben niet alle CDA-leden, het telefoonnummer van Hugo de Jonge. Dus ze, en dat vindt de oppositie ook, ze bagatelliseren wel... wat voor prominente rol Siewert van Linde binnen het CDA had. Een andere, Connie Helder, nieuw minister van Langdurige Zorg. Haar eerste grote debat. Ja, die moest natuurlijk eerst antwoorden, want die is formeel. Het is eigenlijk even een rommeltje vandaag in de Tweede Kamer. Want formeel is Connie Helder. Niet alleen vandaag misschien, maar... Connie Helder zijn vandaag. Nee, zij is de verantwoordelijk minister voor deze portefeuille. Terwijl Hugo de Jonge dat natuurlijk was... eigenlijk ook nog niet eens minister van deze portefeuille... maar heeft zich er dus wel mee bemoeid. Nou, dat ging allemaal door elkaar lopen. En zij was dus in ieder geval degene die als eerste wat antwoordde. Laten we even kijken, want ik denk niet dat we kunnen spreken... van een vlekkeloze start. Het is nimmer mijn bedoeling geweest om u informatie die we nodig heeft te onthouden... of nu plotseling wel te geven. Dit is zo gelopen ik op verzoek van minister De Jonge... die deze informatie naar voren wil brengen... waarbij ik in eerste instantie heb aangegeven dat ik dat onverstandig vond... omdat ik het onderzoek te verdedigen heb. En dat heb ik echt nodig ook. Maar ik wil direct erkennen dat dit niet misschien de manier is... waarop ik dit in ieder geval met u als start zou willen doen. Waardeer dat zegt excuses, dit is rommelig verlopen. Maar het had zo niet gemogen. Het was niet alleen rommelig. Het was niet alleen lastig, moeilijk, het ziet er niet mooi uit. Zo hoort het niet. Ja, dit was, het werd nog erger, want er ontstond een discussie over... Connie Helder zei eigenlijk, ik wil die informatie liever niet geven... want dat frustreert het onderzoek wat nog loopt. En de Kamer zei, nee, op basis van artikel 68 van de Grondwet... hebben wij gewoon recht op de informatie die wij vragen. Dus jij moet dat gewoon aan ons geven. En zij bleef maar zeggen, nou nee, liever niet. En de Kamer bleef maar zeggen, nou ja, liever wel. Ja. En toen zei Jesse Klaver, nou prima, ga dan maar eventjes schorsen deze vergadering. Ga jij maar eens even alles lezen, hoe het hoort hier in de Kamer. En kom dan maar terug. En zij moest ook terug naar de vak. Zij moest ook, ja, net als Hoekstra, een week geleden. In vak G zitten dan. Nee, die moest even terug en die moest maar eens eventjes haar huiswerk gaan doen. En maar toen kwam ze terug. Ja, en toen werd ze opeens heel transparant, want toen ging ze allemaal informatie openbaren die ze misschien beter niet had kunnen openbaren. Laten we even kijken.
Minister De Jonge heeft voor zowel post@hugodejonge.nl als ook zijn iCloud-account beide gebruikersnamen, wachtwoorden en multifactor tokens gedeeld. Dit worden 3000 mailtjes. Oh jee, ja, ik zat ook al te denken of dat nou helemaal handig is. Ik had nog, ja, we zullen het uit de handelingen schrappen. Excuus, ik had nog het idee dat we hier onder elkaar waren. Maar... Die gebruiken we dus niet meer. Nee, ze gaf dus zijn privé-mailadres gewoon in de Tweede Kamer. Die zal een paar mailtjes krijgen vandaag. Nee, ja, hij zei ook, die gebruik ik. Nou, dat mag hij niet meer. Nee, dit kan niet meer. Hij kan dit mailadres gewoon de prullenbak ingooien. Oh. Wij gaan even kijken naar hoe Hugo de Jonge erbij zat vandaag. Leg ons nog één keer uit waarom het ertoe doet over die privé-mail. Ja, nou ja, hij zat erbij. Hij zat ook een beetje ongemakkelijk erbij. Hij zat ook af en toe wat dingen heel subtiel naar Conny Helder te seinen. Van, hey, misschien kun je hier nog wat aan doen. Die privémail, dat is niet verboden om dat te gebruiken, maar dat wordt wel ten strengste afgeraden. En dat wist hij, zijn ambtenaren hebben hem er al voor gewaarschuwd. Want dat kan betekenen dat als jij dingen mailt met je privémail die gaan over werk, dat die verdwijnen en nooit meer voor onderzoek teruggevonden kunnen worden. Dus stel je voor, hè, dit is heel hypothetisch, we weten dus niet of dit gebeurt, maar hij heeft met Siewert van Liende over deze deal gemaild met zijn privéadres. Dan is dat niet meer terug te vinden voor de zogenaamde WOP-verzoeken. Dus als journalisten dat doen, of Nederlanders, iedereen kan dat doen, willen weten hoe iets is gegaan, dan staan die mailtjes er niet tussen, want die zijn niet met een ministerie-mailadres gestuurd. Dus daarom is het zo kwalijk. Maar is het dan niet verboden? Zou het niet gewoon moeten verbieden dan? Nou ja, daar zou je over na kunnen denken. Ik was eerlijk gezegd ook best wel verbaasd dat het niet verboden is. Maar het staat in de handleiding. Maar ja, ze doen het dus ook via die appjes. Dus dat is nee, maar die appjes, heel slim. Daar hebben ze dus tegenwoordig wel inzicht op. Die appjes die komen wel allemaal naar buiten. Ja. Dat behoort nu wel tot die informatievoorziening, maar de privémail dus nog niet. Laten we even kijken naar zijn reactie, want op een gegeven moment stak hij wel zijn hand in mijn eigen boezem. Ik heb zelf daarmee onvoldoende toegezien op de volledigheid van de informatievoorstrekking aan de Kamer. En dat betreur ik. En mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest. En daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Tweede Kamer. Ja. Ja, je zei het er straks al even, de nieuwe bestuurscultuur, meer openheid, meer transparantie. Wat doet dit vandaag weer? Nou, dit is het sowieso punt 1 niet goed voor het vertrouwen in de politiek. En dat zeggen ook heel veel partijen. Dit is een zoveelste domper voor hoe de politiek erop staat op dit moment. En hij zegt hier ook, ik bied mijn excuses aan. Maar vervolgens ging het debat verder over of hij dan wel betrokken was, ja of nee. Hij vindt nog steeds niet dat hij betrokken was bij de deal. En de oppositie zegt, nee, je was wel betrokken bij de deal. Dus het gaat ook de hele tijd over het woordje betrokken. Wat betekent dat dan wel en niet? Ja, dit is gewoon een hele ongemakkelijke discussie aan het worden. Hoe nu verder? Ja, ik denk dat het debat heel lang gaat duren. Ik denk dat Farid Azzer kan nog veel langer in de Kamer zitten dan hij had verwacht. Die gaat ook de nazit hier niet redden, Johnny. Die gaat ook op één gaat hij ook niet redden. Nee, op één ook niet. Nee, het gaat lang duren. Ik denk dat uiteindelijk, zoals de coalitie zegt, dat ze het onderzoek af gaan wachten. Dat die motie van wantrouwen, maar dit is echt kijken in de glazen bol, hoor. Maar dat hij het niet haalt. Ja. Gisteren werd er gesproken over eventueel aftreden. Dat is wel een brug te ver, toch? Voor Hugo de Jonge wel, ja. Want Hugo de Jonge is nou niet iemand die snel vindt dat hij zelf iets verkeerd heeft gedaan. Dus die zal uit eigen beweging nu absoluut niet op gaan stappen. En als die motie van wantrouwen zoveel stemmen krijgt voor dat onderzoek, dan... Als de hele oppositie zegt, nou, wij hebben echt geen vertrouwen meer in je, dan zou je eigenlijk wel achter je oren moeten krabben of je nog door wil. Ondanks dat die motie dan misschien geen meerderheid krijgt. Maar nogmaals, Hugo de Jonge is niet degene die bekend staat om zijn goede zelfreflectie. Dus ik weet niet of hij dan op zou stappen. Nee, en wie moet er dan minister van Wonen weer worden? Ja, dan moet je een nieuwe crisis oplossen, jongens. Ja. Kom op. Ja. Ja, moet je weer met een nieuw programma komen. Ja, moet ik weer met een nieuw programma. Goed, voor nu. Dankjewel, Merel. Yes, graag gedaan. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.